ik ben Tessa en ik ben leerling verpleegkunde bij de ACVZ-locatie De Linkerbolder in Leerdam. Ik ga jullie in deze vlog laten zien hoe een werkdag eruit ziet en hoe het is om te werken bij ACVZ. Dit is De Linkerbolder, een soort klein parkje met allemaal woningen met mensen met een verstandelijke beperking. En dit is het verpleegkundig steunpunt waar wij werkzaam zijn als verpleegkundigen van De Linkerbolder. Ik begin altijd mijn dienst met het lezen van de rapportage of ik krijg een overdracht van bijvoorbeeld de nachtdienst of de collega die de ochtenddienst heeft gewerkt. We kijken ook altijd even in de agenda of we nog langs een andere woning moeten om daar te assisteren. Je hebt eigenlijk als verpleegkundige op de Linkerbolder twee grote taken. Eén ervan is dat je op de woning werkt. Dit betekent dat je werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Je helpt hun de dag doorkomen door te douchen, aankleden, helpen met eten, alles wat ze nodig hebben om een goede dag te hebben. Als tweede taak heb je het verpleegkundig steunpunt telefoon. Dat betekent dat andere woningen jou kunnen bellen voor medisch advies. Dat kan betekenen dat we naar de woning gaan om te katheteriseren, te zwachtelen, bloeddruk te meten enzovoort. Het kan ook betekenen dat ze bellen om advies vragen van waar moeten ze verder heen. Dan kunnen we ze bijvoorbeeld doorsturen naar een arts of een doktersassistente. Die cliënten die op de woning van een verpleegkundig steunpunt wonen, zijn ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. Dit is een hele leuke doelgroep, omdat je altijd heel erg goed moet kijken naar de draagkracht en de draaglast. Dat maakt het heel erg interessant om met ouder wordende cliënten te werken. Je kijkt naar hun en wat ze aankunnen en daarop speel je in. Er zijn verschillende groeiingsmogelijkheden bij ACVZ. Zo ben ik begonnen als verzorgende en ben ik nu de opleiding voor verpleegkundige aan het doen. Dit wordt door ACVZ betaald omdat ik daar nu werkzaam ben. Je hebt ook verschillende e-learnings die je kan doen om ervoor te zorgen dat je kennis toch vergroot wordt. Dit is onze medicijnkast. De kast hier zijn de medicijnen van onze eigen cliënten. De rechterkast is de kast met verbandmiddelen die wij gebruiken als we bijvoorbeeld gebeld worden door een andere woning. Hier staan van allerlei dingen in. Dit was het dan. Ik vond het leuk om jullie mijn werkdag te laten zien. En ik hoop dat jullie nu een beter beeld hebben wat een verpleegkundige bij ACVZ eigenlijk allemaal doet.